Met de K van krankzinnig. Met de A van appels eet ik graag. Met de T van toneel is cool. Met de O van ongeduldig. Ik ben Laïs met de L van loser ben ik niet. Met de A van andersom. Met de I van intelligent. En met de S van samen sterk. Ik ben Lara met de L van la la la. La la la. Met de A van aap. Met de U van uilskuiken. La. Met de R van raar. En met de A van ambetant. Ik ben Laura met de L van lomp. Met de O van o zo gek. Na 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 na. Met de R van racewagen. En met de A van actief. Ha! Ik ben Sarah met de S van slagro. Met de A van altijd vrijgevig. Dank je. Met de R van rock and roll. Stop! Met de A van ouw, zeg ik vaak. En met de H van hobby's. Thank you.
Wie ben je? Ik? Nee. Een naam? Ik kan niet. Waar kom je vandaan? Ik? Een plaats? Ik kan het niet zeggen. Een ding? Ik weet het niet. Je moet het zeggen. Maar ik weet het niet. Een plaats? Ik wil niet. Je moet. Jij moet eerst. Ik? Ik? Nee. En wie ben je? Ik? Nee. Een naam. Ik kan niet. Waar kom je vandaan? Ik. Een plaats. Ik kan het niet zeggen.
Een ding. Maar ik weet het niet. Een plaats. Ik wil niet. Waar kom je vandaan? Ik weet het niet. Je moet. Wie ben je? Om mij te kennen, moet je mijn familie kennen. En mijn vrienden. En weten van welke boeken ik hou. En kleren en kleuren. En weten van welk eten ik hou. En op welke momenten? Je moet weten waar ik geweest ben. En er geweest zijn wie ik was. Om te weten wie ik ben, zou je door mijn ogen naar de wereld moeten kijken. Wie ben je? Die gesprekken die ik voer, de dingen waarover ik fantaseer en die ik heb gevoeld. Waarover ik heb nagedacht en die ik heb gevoeld. Hoe zo? Ik ben waarover ik heb gehuild en waarover ik heb verlangd, naar waar ik heb verlangd. Hoe zou ooit iemand mij kunnen begrijpen? Ik verzin een naam voor jou en ook voor jou. Oké. Jij bent Pippelotti en jij bent Papelotti.